provincie Zuid-Holland werkt in een pilotproject samen met Rijkswaterstaat Zeeland aan een multidisciplinair beheer- en onderhoudscontract. Voor de wegen in Zeeland en het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee wordt daarin gewerkt met één en dezelfde aannemer. Het contract tussen de aannemer en Rijkswaterstaat Zeeland eindigde in de provincie Zuid-Holland bij de Rijkswegen N57 en N59, waar tussen de N215 en N498 een verbinding vormen. Een uitgelezen kans dus voor provincie Zuid-Holland, om ook het onderhoud aan die wegen door de aannemer uit te laten voeren. Die kans wilden we niet laten liggen, vandaar dat wij ook in die pilot mee zijn gegaan. En meteen daar ook van geleerd hebben van Rijkswaterstaat, hoe zij dat hebben gedaan. Het was een nieuwe contractvorm, dus allemaal een nieuwe manier van werken. Uit de analyse van incidentmeldingen blijkt dat het aantal pechgevallen van vrachtauto's met lekke banden daarin een groot aandeel heeft. Om ervoor te zorgen dat die vrachtauto's zo kort mogelijk op de vluchtstrook stilstaan, is de verkeersonderneming in Rijnmond begonnen met de inzet van statiegeldwielen. We willen niet dat mensen zelf een reservewiel gaan verwisselen langs een drukke snelweg, wat verkeersgevaarlijke situatie oplevert. Dus vandaar de statiegeldwiel. In samenwerking met Rijkswaterstaat en een bergingsbedrijf wordt bij een melding van een lekke band een servicebus gestuurd. Door de snelle montage blijft de impact op de verkeersdoorstroming tot een minimum beperkt. Op een veilige plek, zoals bijvoorbeeld een benzinestation of een onderliggend wegennet, wordt het wiel vervolgens opnieuw gewisseld en gerepareerd. De impact van een lekke band van de vrachtauto is ongeveer vergelijkbaar met een ongeval met personenauto's. Nou, als je het terug kan brengen van een lange afhandeltijd van 1,5 uur naar maximaal 3 kwartier, scheelt dat enorm op je doorstroming. Om ervoor te zorgen dat de infrastructuur in het complexe gebied van de provincie Zuid-Holland zo optimaal mogelijk wordt benut, werken gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat Zuid-Holland nauw samen in de realisatiewerkgroep van de Zuidvleugel. In de afgelopen 2 jaar heeft de werkgroep meer dan 100 drips, 24 observatiecamera's en 5 PNR-borden gerealiseerd. Daadkracht bleek een van de belangrijkste competenties om de realisatie gelijk op te laten lopen met beleidsontwikkelingen, scenario's en tactische kaders. Het resultaat van de samenwerking is dat wij samen opgaan tot het bekijken van hoe kunnen wij het onderliggende wegennet goed laten aansluiten op het hoofdwegennet qua mobiliteit en verkeersstroom. De noodzaak van deze samenwerking is vooral om gezamenlijk als één partij naar buiten te treden, omdat je natuurlijk diverse invalswegen hebt vanuit de provincie. Het onderliggende wegennet, het havengebied, en om dat samen te combineren tot één project. Op het TT-circuit in Assen vinden regelmatig grote evenementen plaats. De jaarlijkse Dutch TT is met ruim 100.000 bezoekers het grootste motorsportevenement van Nederland. Zo'n 19.000 motoren en 14.000 auto's trekken dan naar het circuit. Het hoofd- en onderliggende wegennet wordt in zijn geheel benut om bezoekers en verkeersstromen af te wikkelen. Vanaf een centrale plaats bij het TT-circuit wordt dit verkeer door een kernteam begeleid. Dit kernteam bestaat uit medewerkers van gemeente Assen, Rijkswaterstaat, de politie, de KLPD en het TT-circuit. Door de intensieve samenwerking en door de inzet van innovatieve toepassingen als mobiele camera's, sms-file-alerts en drips zijn de wachttijden voor bezoekers gereduceerd van 2 tot 3 uur naar 15 minuten. De grootste winst van de samenwerking is minder slachtoffers, daardoor een veiligere doorstroming en een vlottere doorstroming. Sinds dat we samenwerken merkt de weggebruiker gewoon, hij is gewoon sneller op de bestemming, sneller in Assen en sneller op het circuit. En een tevreden weggebruiker is onze klant. De bereikbaarheid en doorstroming in de metropoolregio Amsterdam komen steeds verder onder druk te staan. Het regionaal tactisch team Noord-Holland zorgt voor heldere proces- en inhoudelijke afspraken voor het ontwikkelen van regionaal verkeersmanagement. Het team ontwikkelt daartoe scenario's en heeft het mandaat om te bepalen waar scenario's nodig zijn en wanneer ze in- en uitgeschakeld worden. Nou, scenario's die we dus nu gezamenlijk inzetten, die worden gemonitord en als het nodig is worden gelijk verbeteringen toegepast. De samenwerking in het team gaat ver. Kennis en middelen van de deelnemers worden gecombineerd voor een optimaal resultaat qua doorstroming en leereffect, zonder dat daarbij wegbeheerdersgrenzen in acht worden genomen. RTT Noord-Holland is vooral uniek omdat we bij elkaar, op elkaars wegen, verkeersmaatregelen kunnen nemen. Dus Amsterdam kan maatregelen nemen die invloed hebben op rijkswegen of provinciale wegen. En dat kan de provincie ook doen met hun verkeerscentrale en de Rijkswaterstaat ook.